is vandaag dinsdag en leuk dat je kijkt naar de 9e dagelijkse vlog volgens mij. Ja, het is vandaag dinsdag 14 april en ik zit op de bank, want ik heb zo meteen online les. Ik ben echt pas net wakker, dus ik ben echt best wel moe. Misschien zie je dat ook wel in mijn hoofd. En ik praat een beetje zachtjes, want mijn broertje en Milan slapen nog boven. Maar ik ben echt pas net 10 minuten wakker en ik had echt geen zin om me aan te kleden voor deze online les. Dus ik heb gewoon lekker mijn badjes aangedaan. Ik zit lekker met een dekentje op de bank. En ik heb les van 10 uur tot 11:30. Dus 1,5 uur. Normaal heb ik ook les op maandag. Maar gisteren was natuurlijk de tweede paasdag. Dus had ik geen les. Even inloggen. Klaar met school. Het is nu 11:30. En ik ga denk ik eventjes douchen en dan daarna lekker ontbijten. Even de pil nemen. Vandaag ga ik eigenlijk niet zo heel veel doen. Eigenlijk niks. Ik wilde eigenlijk in de tuin gaan sporten, maar het is niet heel erg lekker weer. Dus ik hoop dat het zonnetje nog een beetje gaat schijnen, zodat we straks eventjes lekker in de tuin kunnen sporten. Er komen vandaag weer wat pakketjes binnen. En ik moet een klein beetje mijn kamer opruimen. En we gaan vanavond bij mijn moeder slapen. Maar voor de rest heb ik echt niet zo heel veel op de planning staan. Er zijn twee pakketjes binnengekomen. Dus ik dacht, die laat ik even zien voordat ik mijn make-up ga doen. Want ik heb net gedoucht. Mijn moeder is nu even aan het douchen. Ik heb nog niet ontbeten. Maar we gaan even naar de Decathlon. Ik ben al een week niet buiten geweest, dus dit wordt weer mijn eerste keer even naar buiten. Maar we willen even graag wat nieuwe sportspulletjes hebben voor in de tuin, zodat we net even iets meer hebben om mee te doen. En ik wil kijken of ze misschien skileren hebben, want ik wil heel graag gaan skileren. Er zijn twee pakketjes binnengekomen. Eerst van de Zara. Want ik had dus bij Stacy, vriendje, had ik een heel erg leuk topje gezien. En toen vroeg ik van, waar heb je die vandaan? Ik ben echt heel erg donker. Toen had ik gevraagd, waar is die vandaan? En dat is die van de Zara. En ik vind hem zo ontzettend leuk. Kijk nou hoe schattig. Dan zit hij zo. Met een witte broek eronder of zo. Of een leuk rokje. Echt heel erg nice. En deze was maar 20 euro. En heb ik in een maatje XS. Kijk nou hoe leuk. Die vind ik echt heel erg leuk. En dan had ik natuurlijk nog wat dingetjes besteld bij de Douglas. Maar ik heb twee keer dingen bij de Douglas besteld. Dus dit is de eerste helft eigenlijk. En ik denk dat morgen of donderdag de tweede helft komt. Maar ik had dus dingetjes besteld toen er korting was. Als eerste de MAC Fix Plus Spray. Echt, ik heb deze nog nooit... Nieuws aan het zingen onder de douche. Ik heb dit nog nooit gehad, maar ik wilde het gewoon een keertje hebben. En dit is zo'n primer spray. En volgens mij heb ik gewoon een normale uitgekozen. Of nou, met een roze geurtje. Oh, wat schattig. Nou, die en daar zit een roze geur zit erop. Ja, dus die heb ik besteld bij MAC en die was nu maar, even kijken, overal ging 25% van af. Dus hij was nu nog maar 14,60 €. Dan heb ik een nieuwe highlighter besteld. Ik heb dus al Soft & Gentle, maar die ligt nog bij Dagmar. Maar deze highlighter heb ik nu voor 25 euro gekocht en dat is MAC Lightscapade. Kijk eventjes hoe mooi dit eruit ziet. Ik zie namelijk heel erg vaak dat Esmee combinatie van Soft & Gentle en Lightscapade gebruikt. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En toen ik zag dat deze dus ook in de korting was. Eigenlijk was alles van MAC in de korting. Had ik die ook besteld. En als laatste van deze bestelling een gezichtspoeder in de kleur Medium Plus. En dat is gewoon een Skin Finish Natural. Gewoon een poeder voor je gezicht. En dat is deze. Hoi pap. Maar dit had ik dus als eerste lading besteld. En ik denk dat er morgen dus nog meer binnenkomt. Want ik had nog een tweede bestelling geplaatst. Want er was heel veel korting. Dus ja. Wij gaan... Oh, nu gaat nog even het nieuws kijken, denk ik. Ik heb mijn jasje aan van de Zara. Deze vind ik echt heel leuk. Lekker oversized. En een trui van Color of Rebel. Broek van de Pieces is die. En mijn rode Isabel Marant. Ik wil haar eigenlijk even een keertje wegbrengen om die vlek eruit te laten halen. Maar voor nu vind ik het wel prima. En mijn tas.
Haha. Nee, we gaan nu even naar de Decathlon om te kijken voor extra sportspulletjes. En ik wil kijken of ze dus skielers hebben, want ik wil dus gaan skieleren. We zijn terug van de Decathlon en ze hadden echt geen reet. Alles was uitverkocht. We hebben alleen dit elastiek gekocht, maar dat hadden we op zich ook wel al. Maar ik wilde dus heel erg gaan skielers, maar we hadden echt alleen nog maar 42 en zo. Ik denk dat ik maar gewoon even online ga kijken daarvoor. En ik heb net eventjes twee pakketjes op de post gedaan voor je Nice Wardrobe. Want ik had weer twee dingetjes verkocht. Dus dat heb ik ook gedaan. En ik heb eventjes... Ik heb eventjes lekker een eitje gemaakt. En die ga ik nu eventjes lekker opeten. En... Ja, ik heb niet zoveel te beleven vandaag eigenlijk. Het is echt de eerste vlog waarvan ik denk van... misschien gaat die best wel kort en saai worden. Ik hoop het natuurlijk niet, maar... Je weet het niet. Ik ga even lekker mijn eitje opeten. Volgens mij staat meer achter hier. Daar staat hij. Zitten. Kan je ook niet eens op je op terugkrijgen? Wij gaan sporten. Dus ik ga een broek aantrekken. Een shirt. En een trui. Ik heb een sportoutfit aangetrokken. Of nou, sportoutfit. Niet echt een sportoutfit, maar ik zal jullie wel een beetje gaan meenemen en gaan laten zien wat ik doe als ik in de tuin sport. Het is niet heel bijzonder, ik doe vaak eigenlijk alleen maar oefeningen op een matje en een paar oefeningen met gewichten, maar ook niet heel erg veel. Ik vind mezelf er ook altijd een beetje lomp uitzien als ik aan het sporten ben, dus ja, ik hoop dat dat nu niet het geval is en dat ik het er gewoon in kan doen. Eén tip die ik echt wil meegeven, wat ik echt eigenlijk altijd doe, is tijdens het sporten filmpjes kijken. Ik kijk dan bijvoorbeeld altijd Goede Tijden. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die dit niet meer kijken, maar ik kijk dus wel Goede Tijden nog. En wat ik dan altijd doe, is gewoon eventjes twee afleveringen downloaden. Twee afleveringen zijn toch weer in totaal 40 minuutjes. Dus meestal ga ik dan gewoon door met sporten totdat die twee afleveringen afgelopen zijn. Of bijna afgelopen zijn. Zodat je gewoon sowieso 40 minuten hebt gesport. In mijn geval dan. En wij hebben dus best wel aardig wat dingetjes voor in de tuin. Wij hebben gewoon heel erg veel geluk dat mijn vader allemaal gewichten en zo thuis had. Dus we hebben ook zo'n opdrukbank en een stang. En ja, ik zal het wel eventjes laten zien. Ik heb zelf op bol.com een matje en sportelastieken gekocht. Als ik daar nog een linkje van kan vinden, zal ik dat wel eventjes in de beschrijving zetten. Want daar krijg ik af en toe wel eens de vraag naar. Milan die is nu alvast in de tuin alles aan het klaarzetten. Dus ik ga hem helpen. En ik ga jullie een beetje laten zien wat ik doe. Ik zeg niet dat het goed is. Ik weet ook helemaal niet of het goed is wat ik doe. Maar ja, ik vind dit wel fijn werken. En... dit is mijn sportroutine, dus ik ga het jullie laten zien. Oh, ik heb trouwens dit altijd aan met sport. Of nou, altijd. Ik heb deze sportlegging aan van Nike. Gewoon een t-shirt hieronder en een trui, omdat het vandaag dus best wel koud is in de tuin. Dus ja, ik heb mijn sportmatje hier neergelegd. En ik gebruik dan altijd... waar is die nou? Oh, hier. Deze rode band nog erbij. En dan soms deze bal voor sommige oefeningen. Maar eigenlijk bijna alles wat ik doe is dus op dit matje... We hebben ook nog deze bank, maar dat is voornamelijk wat Milan gebruikt. Met die gewicht en die stang gebruikt hij ook. En ik gebruik dan nog wel soms deze. Maar dat zal ik straks wel laten zien. We hebben hier ook nog een sprint en een groot elastieke ding, maar die is van Milan. Dat gebruik ik niet, dus oké.
gekookt. Ik heb een salade met spinazie, rucola, Zaanse mayo, peperzout, een eitje en bacon. En Miel heeft een burger. Lekker, twee burgers. We zijn alweer een tijdje in het huis van mijn moeder aangekomen. En deze week is zeg maar de week dat mijn broertje bij mijn vader is. Dus dan slapen wij in het bed van mijn broertje. Omdat ik in mijn kamer natuurlijk wel een slaapbank heb, maar dat is een eenpersoons slaapbank. En ik ben bezig met het uploaden van mijn vlog voor morgen. Alleen het heeft best wel lang geduurd. Maar hij is nu aan het verwerken, dus die staat bijna online en die hoeft natuurlijk pas morgen. Maar dat is dus de vlog dat ik na 9 maanden weer ging autorijden. En ik zat echt een paar seconden in die auto en ik maakte al bijna het eerste ongeluk. Dus dat was heel grappig om dat stukje te bewerken. Very funny. Dus ja, dat is wel leuk geworden op zich. Voor nu ga ik gewoon eventjes lekker filmpjes kijken. Even lekker de Sarah site weer kijken. Misschien dat ik weer wat leuke dingetjes zie. Dus ja. En jullie zitten er lekker te... Geen idee welk spel het is, maar in ieder geval de PlayStation. Oké. Ik lig gewoon in bed. Ik was vergeten dat ik vloeg al te sluiten. Het is 12:15. Wij gaan lekker slapen. Tot morgen.